Ja, we hebben een aantal mensen eventjes hier op naar de brug gezet, want het is een hele groep die loopt voor het goede doel. Jos Lutte staat hier naast me. Jos, voor de stichting Matchis. Waarom? Nou, ik ben in 2018 zelf stamceldonor geweest voor mijn vader. En wij vinden het met de groep heel belangrijk om matches onder de aandacht te brengen. Zowel om geld op te halen als echt matches onder de aandacht brengen. Dat je ook gaat aanmelden als stamceldonor. Ja. Want ze zoeken donoren, maar volgens mij kunnen ook mensen gewoon geld doneren, toch? Ja, klopt. Wij zijn zelf, nou, als je kijkt naar onze groep, allemaal ingeschreven als stamceldonor. Dat is vaak de leeftijd van 18 tot 35 jaar. En wij lopen met de Kils uit Drenthe, de Nijmeegse Vierdaagse en voor Sterk voor Matchis. En dan kunnen mensen inderdaad geld doneren voor ons goede doel. Ik vertaal het even voor de mensen thuis. Kerels uit Drenthe, mag ik het zo vertalen? Ja, absoluut. Ja, klopt. Want jullie komen uit het dorpje Pesse, zeg ik dat goed? Ja. Want jullie zeggen dat vast anders. Dat is een dorpje in Drenthe met hoeveel inwoners? Ja, zo'n 2000 inmiddels. Ja, ja. Ja, een klein dorpje en jullie kennen elkaar allemaal. Nou zijn dit allemaal gasten die jij kent natuurlijk, allemaal uit het dorp. Maar waren al bekend met de Vierdaagse? Ja, ikzelf word het de 4e keer dat ik de Vierdaagse loop. Nou, er zijn ook jongens die lopen voor de 14e keer. Nou, dat duurt bij mij nog eventjes. Ja. Ja. Ja, maar goed, ervaren en dus kennis met de Vierdaagse. Nu is er natuurlijk heel veel verhalen onderweg. Je hebt jouw verhaal, wat je allemaal meegemaakt hebt. Gaat er dan op een gegeven moment, als jij loopt, dat je denkt van ja, er breekt iets in mij, want ik moet er toch wel even soms aan denken. Heb je dan bepaalde momenten dat je denkt van Nou, ik denk dat dit jaar sowieso voor ons een andere Vierdaagse wordt dan andere jaren. Het is 5 jaar geleden dat ik stamceldonor ben geweest voor mijn eigen vader. En die is in juni van dit jaar overleden op 58-jarige leeftijd. Dus in die zin sowieso een hele bijzondere Vierdaagse met ook mijn 2 broers en de rest van de vriendengroep. Dus hij heeft er nog echt wel iets aan gehad toen jij donor was? Ja, in principe heeft hij 5 extra jaren gekregen. En zo zien wij het ook als gezin, als familie van 5 mooie jaren heeft hij gekregen dankzij mijn stamcellen inderdaad. Ja. Ja, nou loop jij 50 kilometer. De rest hoor ik, die doen het met 2 vingers in de neus, maar jij moest er iets meer voor trainen? Ik heb wel wat getraind inderdaad. Ik ben in april nog in Spanje geweest, hebben 270 kilometer een tocht gelopen en een Kennedy Mars van tevoren met 80 kilometer. Binnen 20 uur moet je die lopen. Ja, dan praten jullie echt mee. Als je dat soort dingen allemaal kunt, dan mag je erover meepraten. Wanneer is voor jullie nou die Vierdaagse dit keer geslaagd? Nou, sowieso het matchesdoel, matches nou onder de aandacht brengen, maar ik denk toch wel dat ons streefbedrag van die €10.000 dat echt wel iets leuks is om vrijdag na de finish hier op de wedren te overhandigen aan matches. Een mooie cheque met meer dan €10.000. Dat is wat jullie, en dat zijn niet al deze gasten die hier nog staan op de brug, maar er zijn er wel meer, begrijp ik, die meelopen. Dat is jullie streefbedrag om binnen te halen? Ja, absoluut. Alle donateurs die maken dat mede mogelijk en we zitten nu op bijna €7.000. Dus wij hopen deze week nog op te bouwen tot €10.000. Ja. Hoe kunnen mensen die zeggen van nou ik wil iets doneren, hoe kunnen ze dat doen voor jullie? www.sterkvoormatchis.nl en dan /Kerels uit Drenthe. Ja. Kerels uit Drenthe en dan komt het bij jullie terecht. Man, ik ga jullie heel veel succes wensen en op naar de vrijdag. En maak er iets van. Dankjewel, kom goed. Dankjewel. Hey!